3, 2, 1, 0. Showtime! Happy days are here again. Under starry skies above, don't fix me in. Sugar time. Thanksgiving, Fleur. We hebben in de camper geslapen en net alles opgeruimd. En nu gaan we zoeken naar waar we koffie kunnen drinken. Want alles is dicht. Er is een beetje regenachtige sneeuw. En hier, de plaats delict, staat Erik Grammans. Tourleider. Ja, we staan hier momenteel met een kapotte propane tank. En dat is degene, dat is het tankje ervoor zorgt dat de verwarming, de douche en het warme water allemaal in de camper functioneert. Hij doet het niet. Zoals je ziet, het sneeuwt een beetje. Het is stervenskoud. Het is Thanksgiving. Dat is een soort eerste kerstdag als bij ons. Zo'n voorbaan is gesloten. We staan er op een parkeerplaats. Gelukkig is er een A&W waar we een beetje koffie kunnen krijgen. We hebben gebeld. Ze zijn op zoek of ze een monteur kunnen vinden hier in het koude Canada die ons gaat helpen. Nou, hopelijk. Het is vandaag Thanksgiving. Overal is het rustig, maar hier is het druk. Met Thanksgiving bedanken de mensen dat de oogst gelukt is. En dan versieren ze alles met deze stroopopjes. Pompoenen zie je ook al. Ook al wel dingen voor Halloween, maar voor Thanksgiving is het voornamelijk stro en mais. Hier spelen we, in dit zaaltje. Hier zo. Oh, hier, Community Hall. Ja. We zijn bij Arby's. Arby's. En helaas Fleur. Is Fleur een beetje ziek. Ligt op bed. En het is vandaag Thanksgiving. Maar we hebben een dokter gebeld. In de yellow page stond dokter Frankenstein. Dus die is even aan het kijken. Nee. Fleur is lekker aan het herstellen. Ja. En wij vieren Thanksgiving bij de Arby's. Thanksgiving bij Arby's. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving.